truffelpizza, een carbonara en een... Lekker bezig. Kijk, ik kreeg maar 1. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, het is 8 uur. Ik ga zo meteen cryo doen met Coco. Wow, even nodig nadenken. Ik heb daar mijn bikini al aan, maar ook mijn sportoutfit. Want we gaan daarna even lekker een leg day doen. Het zonnetje schijnt hier, ik word helemaal blij. Ik ga lekker naar buiten, of ik ga er lekker heen. Dus ja, come with me honeys. Nou, wij zijn weer uit de vriezer. Oh. Min 110. Ah, oh, het is echt. Ja, het is wel echt heel heftig. Maar kijk, weet je, wij doen natuurlijk zo vaak ijsbad. Ja. Ik denk dat wij daar gewoon echt de queen master zijn. Ja. Ik had zaterdag nog een keer ook met een meisje gesproken en zij vindt dus cryo ook moeilijker. Ja. Maar al haar collega's vinden ijsbad weer moeilijker. Dat. Ik denk dat het echt per persoon verschilt. Ja. Want aan het begin denk je wel echt van. Oké, chill, leuk. Ja. Maar aan het einde wordt het echt, dan wordt het echt lastig. Ja, de maar laatste minuut is het echt wel... Het gevoel daarna is wel hetzelfde. Ja. Dat is wel. Ja. En chill, qua dat je niet nat bent. Ja. Je kan gewoon nu meteen je kleding aan doen en gaan. Het gaat echt wel heel snel. Ja. Dus heerlijke start van de week. Ik ben terug van cryo en sporten. Ik heb net een surimi snack gemaakt uit de airfryer. Dus het zijn een soort crispy... Surimi sticks. Dat is echt heel lekker. En zo lekker crunchy. Nou. Echt top. Ik moet echt mijn TikTok kijken. Dan heb ik het recept gedeeld. Nou, ik zit in de auto onderweg naar personal training voor de high roads. Helemaal zin in. Jee, lekker met boontje. Jongens, wij zijn even aan het haarwaxen. En nou, wij zweten, dat is echt maar een ander level. Kijk, dit is ons parcours, of hoe noem je dat? Ons trainingsschema vandaag. Dus we doen drie rondes dit. En dan de eerste ronde doen we deze, tweede ronde die en derde ronde die. En bijvoorbeeld als ik begin met die, dan doen we samen lunches. En dan wisselen we hem af, switchen. En dan doen we die en dan weer switchen. Ja. En dan doen we die en dan switchen. Ja. Dus ongeveer 22 minuten bij elkaar. En dan drie keer, dus is ruim 70 ja. minuten. Dus we moeten er nu nog één, we hebben er twee gehad. Ja. Het is echt. Ja, het zweet druipt aan alle kanten. Deze moet ik even daarin duwen. Ja. Dus nou, we gaan weer. Lekker bezig. Kijk, ik kreeg maar 1, 2. Ja, ik dacht ook echt. Ik krijg allemaal even de tering. Lekker man. Oeh. Ik ben gezellig met bootje. Nou, was ik al. We zijn lekker. We hebben een pokeball gehaald. We zitten lekker in het zonnepark. Heerlijk. Heel lekker. Dit is echt perfect hoor. Ik hou ook echt van die. Ja, dat is wel een schreeuw. Maar voor die mensen die dan alleen zitten. Denk ik, wat een genieter ben jij. Heerlijk. Dat je lekker in je eentje nu zo. Maar het is letterlijk maandagavond. Ja. Je zit of thuis of je gaat lekker hier. Allemaal gezellig mensen heen. Lekker hier chillen. Ja. En heel veel mensen alleen weer. Ja. Heerlijk. Ik zeg altijd als ik hier dan zit, dan denk ik, oh ja, dat ga ik ook dan weer vaker doen. Maar toch vergeet je dat dan weer zo niet. We hebben het altijd wel echt druk met planningen en dingen. Maar het is heel lekker. We hebben een, je moet eigenlijk gewoon echt inplannen. Ja. Lekker een pokeball met kip. Echt heel lekker. Hello everyone, the sun is out and shining. Ik ga lekker... varen vanavond is dan. Superleuk. Ik heb vandaag niet gesport, maar ik heb wel even een uur
een rondje gelopen. Dus weet je, dat is ook weer wat. Beter dan niks. Ik was even naar kantoor gelopen om pakketjes op te halen. Helemaal heerlijk. Ik ga weer even mijn Sales Solutions nemen. Mijn Daily Sales Solutions. Ik vond het eerst ook heel vies. Hoe vaker je neemt, hoe meer je soort aan de smaak bent. En ik heb de aardbeien-smaak. Ik had hem dus in mijn store geplaatst. Ik vind hem persoonlijk veel lekkerder. Heel veel van jullie vonden de Tropical lekkerder. Vond ik ook lekker overigens. En ik neem altijd mijn Deep Bloat Detox van JS Health. Nou, ik ga even mijn spulletjes pakken. En dan ga ik er vandoor. Nou guys, we zijn lekker aan het varen. Heerlijk. Love it. Het is zo, zo lekker weer. En warm en heerlijk. Warm. Warm. Je warm hier. Guys, jullie kennen mij. Wanneer ik enthousiast ben, is het waar een nieuw pakketje binnenkomt van Lookfantastic. Ik heb weer even een restock gedaan. Dus in betaalde samenwerking met Lookfantastic, zoals jullie weten. En ik heb een doorlopende kortingscode, SARAVLF. En die kan je altijd gebruiken, gewoon echt altijd. Dus laat me op, stuur hem door, whatever. We hebben echt heel veel, dus ik ga het jullie laten zien. Oké, als eerste dit super cute setje van Sol de Janeiro. Lekker geurtje, cream gel en een lekker body creme. Deze ga ik lekker meenemen op vakantie. Dus echt mijn favoriete geur en een handig meeneemtasje. Dan deze tanning milk van Bonnie Sands. Dit is echt mijn favoriete soort. Ja, het is een everyday tanning. Dus het is gewoon een body lotion. Maar dan zit er een hele kleine zonnebrand, hoe noem je dat, zelftan in. Maar niet dat je lichaam vlekkerig wordt of je handen. Of, het is gewoon zo minimaal, maar het houdt het wel gewoon een beetje bij. Dan deze zeep van Aesop. Gewoon leuk, mooi aesthetic en staat leuk gewoon bij de kraan. Dan de Olaplex shampoo en conditioner. Ik gebruik altijd eigenlijk bijna alleen maar Olaplex. Dus die heb ik ook gewoon weer gerestocked. Dan mijn favoriete basis primer. Hoe noem je het? Primer, I guess. Van Bobbi Brown. De vitamine C. Die heb ik ook weer even gerestocked. Want die is nu bijna op. Dus die kan ik dan weer even aanvullen. Dan het Laneige lippenmasker. Die gebruik ik ook echt elke dag. Rijkt lekker. Is zacht op de lippen. Lekker smaakje. Ik heb nu weer berry. Of nee, pink lemonade. Ja, ik vind het gewoon echt top. En het ziet er ook nog eens zo cute uit. Echt, I love it. Dan heb ik van Tweezerman zo'n razor. En hier heb ik altijd mijn snor mee weg. Moet ik echt weer even een keer doen. Maar deze ziet er wel een stuk beter uit ofzo. Ik heb nu gewoon een soort van die halve plastic dingetjes. Maar toen zag ik deze. Toen dacht ik, ik heb hem hoor. Waar een wil is een weg. Oh, er zit zelfs een nieuw mesje. Ja. Wow, er zitten zelfs nieuwe mesjes bij. Er zitten 3 extra mesjes bij. En dan dus zo'n cover. En dus extra mesjes. Ik wil het hebben. Wow, ja, dit werkt veel beter. Dan heb ik deze pore cleanser. Want ik was bij de laser. En die zei dat ik best wel grove poriën had. Ze is ook huidspecialist. Dus ik heb een, voor poriën een cleanser besteld. Dan deze microfiber cleaning cloth. Ja, dit zijn gewoon van die microfiber handdoekjes. En daar moet je dus je gezicht mee schoonmaken. En dat haalt je make-up weg. Zijn er 2. Cute. En dan heb ik ook de Lookfantastic Beauty Box gekregen. Super leuk. Kijk wat daar deze maand in zit. Ruikt heel lekker. Oh mijn god. Nog een eenie mini bam bam cream. Wat cute. Repair and Structure Spray van Goldwell. Ken ik persoonlijk niet, maar altijd chill om te hebben. Van Elemis, oh deze is heel chill. Deze Hydrating Dagcreme met SPF 30. Altijd top. Deze Aromatic Muscle Gel. Oh, De-stress. Oh mijn god, dit heb ik nodig. Ik sport natuurlijk zoveel. Dit is een spiergel. Dit is tegen de-stress van spieren. Nou, kun je lekker mee masseren. Oké, hij viel uit. Want de kaart was vol. En ik heb hier nog van Lancôme een... Wat is dit eigenlijk? Even uitpakken. Een serum. Een heel klein, cute mini serumpje. Helemaal leuk. Hoe ruikt dit lekker? Van lavendel of zo. Goedemorgen allemaal. Ik ben lekker aan het werk hier. Ik heb lekker het raam opengezet. Lekker het hele ding geïnstalleerd. Helemaal chill. Ik ga even lekker een matchetje voor mezelf maken. Daar heb ik heel veel zin in. Ik heb lekker een thuiswerkdagje. Ik heb trouwens echt iets heel leuks. Ik heb namelijk nieuwe schoenen. Nieuwe Adidas. Maar ik ga even lekker een matchetje maken. Ik
kan ik helemaal lekker focussen. Ik maak het altijd met kokosmelk. Dat vind ik echt het allerlekkers. Oh, weer de stekker erin. Dus ik ga dat even lekker maken. En vanmiddag ga ik sporten. Ook weer heel veel zin in. Oké, ik heb me lekker omgekleed. Ik ga lekker sporten. Een high-rocks les. Ik heb even lekker mijn huis opgeruimd. Helemaal lekker opgeruimd. Helemaal chill. Ja, ik weet niet. Ik voel me echt helemaal lekker in mijn vel. Het gaat helemaal goed. Helemaal lekker bezig met sporten. Ik had vandaag wel even een zieke mental breakdown. Want ik ben natuurlijk bezig met mijn eigen merk. En dat overweldigde me allemaal een beetje heel erg. Want ik doe natuurlijk gewoon letterlijk alles alleen. En ja, soms denk ik echt van, oh my god, hoe ga ik dit allemaal doen? Ik ga en social media doen. Ja, ik kan nu gewoon nog niet echt iemand betalen om volle werknemer. Want ik weet nog niet hoe het gaat lopen. En dan moet je al die financiën en alles op orde. En alles moet gewoon kloppen. En ja, dat wordt echt nog een dingetje. Maar wel heel leuk natuurlijk. Maar ik had wel even zieken mee met de breakdown. Ik dacht echt van wat trak. Maar ik voel me verder wel echt super goed. Ik ga nu eerst even trouwens gezellig een koffietje doen met Maggie. En daarna ga ik de sportles. En dan komt het dan gezellig. Ik ben terug van sporten. Het was echt een ziek heftig les. Echt niet normaal. Ik heb me net verbrand aan de oven. Ik weet niet of je het kan zien. Hier. Het is echt pijn. Nou, ik doe lekker lasagne in. Helemaal lekker. Goedemorgen allemaal. We zijn lekker de Olympische Spelen aan het kijken. Ik had net lekker proteïnepannenkoekjes gemaakt. Dat was lekker. Heerlijk. Heerlijk. Ik ben gezellig weer met Anna Marie. Dat zijn vriendinnen van studie, voor de mensen die nu weten. Voor de diehards. Voor de diehards. Maar we zijn lekker uit eten. En ik ga het even proeven voor jullie. Ja, ik heb ook heel veel. Je gaat live taste ja. Ik ga echt plassen, maar ik heb daar nooit zin in. Ja. Cute. Het licht is niet echt optimaal. Dit vind ik echt maar wel veel rode eieren. Oh, lekker. Ja. Oké, mag ik? Ja, take a bite. Ik heb het gelekt. Ik ben echt jouw grootste TikTok-fan. Ben jij mijn grootste TikTok-fan? Altijd als jij iets plaatst, dan zie ik het meteen. Ik vind het zo leuk. Nee, ik zei ook heel dat tegen Anne. Volgens mij denkt iedereen echt, wie is die creep? Want ik reageer echt altijd. Ja, dat ik één keer toen wat reageerde onder mij van deel recept of zo. Ja. Het ging iemand anders helemaal boos op Marel. Ze heeft een recept gezien. Ja, mensen op TikTok soms zijn echt. Oh, het is heel lekker. Best wel, deze snoepen we gewoon zijn. Best wel visserig, maar vind ik lekker. Het is een beetje mixen, want het is onder puree of zo. Oh. Het wordt echt een soep. Ja, goed gezien. Maar het sausje is lekker. Zo pittig. Peper. Wat is een peper? Wow, ik had echt een zieke peper. Ja, met het sausje is top. Ja, lekker frissig ofzo. Ja, lekker frissig. Nu nog de meatball. Hoe ga ik dat doen? Hij moet wel met zo'n foamie lekker, ja. Een foam? Ja. Wow. Feta foam. Oh. Lekker man. Ik hou hiervan. Ah, klopt. We hebben een truffel pizza, een carbonara en een mortadella met pistache. En burrata. En burrata, oh my god. Voorbereid. Oké, ik ga even voor jullie een taste testje doen. Oh, je mist een mortadella. Oh nee! Best wel lekker. Lekker, ook die crust. Heerlijk. Nou. Lekker dat ze die burrata ook hebben gespreid. Ja, niet dat ze zo'n die bol erop. Ja, het is zo lekker. Creamy. Dat lapje. Ja. Ja, I love. Je kunt. Ja. Heerlijk. Nou meiden, we hebben echt een super leuk avond. Nou meiden. Dinner on the table.
Dinner on the table. Dinner on the table. Nee, was heel leuk. Jij gaat waarschijnlijk... Cijfer voor Crust? Oeh. Wat? 7-8. Restaurant Crust. Oh, Crust. Ook cijfer? Wat zei jij? 7-8. Doen we alles in total? Ook... Ja, heel de ambiance. Alles bij elkaar. Nou guys, ik ben nu thuis van het etentje. Het was echt zo fucking leuk. Maar het was echt zo gezellig. Echt grappig, want we zijn letterlijk vriendinnen sinds onze studie. Dus dat is echt, nou, 6 jaar geleden of zo. Toen waren we echt 18 jaar. En we zien elkaar echt niet vaak. Maar als we elkaar zien is het zo leuk en zo gezellig. En klikken we nog steeds zo erg. Dus ja, dat vind ik gewoon echt heel, heel erg leuk. Dus daar ben ik gewoon echt heel dankbaar voor dat, ja, dat het gewoon nog zo leuk is. We zien elkaar alleen veel te weinig. Elke keer is dat de conclusie als we elkaar zien. Maar ik ga nu lekker slapen. Het was echt een super leuk avond. Morgenochtend ga ik... 15 kilometer hardlopen met een ander vriendinnetje. Dus ik ben heel benieuwd. Maar gaat het goed komen? Goedemorgen allemaal. Het is tijd om de 15 kilometer te rennen. Dus let's go. Oh my god, guys. Ik ben terug van de run. Het ging echt heel goed. Het ging echt heel goed. We hebben in IJsland niet 15, maar 17 kilometer gedaan. Nou, echt een zieke prestatie. Ongelooflijk. Ik ben alleen helemaal kapot. Mijn benen zijn helemaal kapot. Ik heb hier aan de binnenkant heeft het heel erg geschuurd. Dus daar doet het echt heel veel pijn. En ja, wat pijntjes. Ik heb even lekker goed gegeten. Veel eiwitten. Ik heb hier even een Clear Whey van mijn protein. Die zijn ook echt heel lekker. Ik heb de smaak Persik Iced Tea. Ik heb ook lekker een sauna geboekt. Ik dacht, mijn spieren hebben echt een beetje ontspanning nodig. Dus ja, lekker een sauna. Ook is het mooi weer. Ik moet gewoon even die recover, ja, even goed inzetten. Dus helemaal leuk. En vanavond komt Stan hierheen. Nou, we zijn weer bij mijn favoriete plek. Prinsen. Volgens mij ben ik deze week niet in de ijsbad geweest. Oh jawel, dinsdag volgens mij. Nou, maakt niet uit. Maar we gaan nu lekker in de sauna. Hallo allemaal. Het is zaterdag. En we zijn Pride. Leuk. Wie moet ik een showdown doen? Hoe heet het bedrijf? Match Worn Shirt. Hoe? Match Worn Shirt. Match? Worn Shirt. Match Worn Shirt. Oké. Wat zeg jij nou weer, Bed Weten? Match bedrijf. Match? Ja, wie wil het bedrijf? Match. M-A-T-C-H? Wat zeg jij dan? Hé, hey, bedankt. Wordt weer ingeschat als een debiel. Wow. Bootje! Wow! Bo is busy. Busy woman. Networking, I'm working very hard. Network. Wat vind je van mijn outfit? Oh my god! Nee, ze zijn met champagne aan het spuiten. Dan word ik echt heel vervelend. Slechte promo. Maar ik drink wel champagne, dus. Goedemorgen allemaal. Het is... Goedemorgen. Zondag. Zondag. Het is 9:30 en we zijn in Noordwijk. En we gaan even lekker hardlopen. Zo lekker hier. 8 kilometer gaan we. Ja. Staat de planning. Van. Ja. Maar het is echt lekker hardlopen hier. Daarna heb ik nog even een koffertje of smoothies of zo. Dit even een onder. Juju, hoi. We zijn lekker met de zussen. Lang geleden met de zussen. We zitten bij Barça. Ze hebben dus een soort Sangria Sunday. Ze hebben lekker Sangria. Ja, elke zondag. En dan kan je gewoon lekker Sangria en lekker hapjes. Heerlijk. Het is een tacootje. Oh, dat is heel lekker. Pulled pork, dat is zo lekker. Je pulled chicken toch? Pork. Pork. Dat Nou, we zijn er weer. Lekker ijspadje. Ik heb echt een tijdje al niet gedaan. Nee, ijspad heb ik echt heel lang niet. Ik heb de laatste keer heb cryo gedaan. Oh ja. Oh my god. Ja, daar gaan we weer. En mijn telefoon is net gevallen en er is een auto overheen gereden. Heel erg. Doe dat ook weer. Ja. We'll be right back.
Nou, we hebben weer een training erop zitten. En wat voor een training. Het was echt fucking heftig. Maar kijk, de vorige keer hebben we niet alleen maar gerend, hè? Deden we als cardio, ski en... Ja, we hebben één keer toen maar gerend. Nu hebben we alleen maar gerend. Dus heel goed, maar wel heel zwaar. We hebben net iets een ronde minder gedaan, maar wat we vorige keer hadden gedaan is ook niet een normale training. Dat is eigenlijk te veel voor een training. Want bijvoorbeeld zo'n high rock slash in Amsterdam duurt ook maar 50 minuten. Doe ik maar twee rondes. Ja, en die wobbles, die hebben ook iets van 50 ja. Per persoon. Kijk, dit hebben we gedaan. Dus dit is één. Oh, dit is één ronde. Gingen we 500 meter rennen, skiën en dan omwisselen. 500 meter rennen, wobbles, omwisselen, 500 meter rennen, burpees, omwisselen. En dat wilden we drie keer doen, maar we hebben 2,5 keer gedaan. Bij de derde zat. Het is gewoon klaar. Het is op, het is klaar. Ik dacht ook zo even dat ik over mijn nek ging. Ja. Was ja, daarom. En boven vanochtend, fucking leuk, is zij gaan hardlopen terwijl de zon opkwam. Dus een sunrise. Run, fucking leuk. Bij het strand. Echt heel leuk. Dus Bo heeft al heel veel gerend. Nou, ik heb me even snel omgekleed. Bootje ook. Kom eens erbij. Allebei een jurk aan. Helemaal overdressed waarschijnlijk. Want het is helemaal geen première. Maar wij maken er gewoon van wat we willen. Wij maken gewoon eigen première. Ja. Van de première. Ja. En ja, we gaan er lekker heen. Ik hoop jullie ook. Ja, het is het meeslepend verhaal van Lily Bloem. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Ik heb even lekker lunch gemaakt. Ik heb een burrito wrap gemaakt met kip, feta, ei, tomaat, paprika en sla. Dus laten we het even proberen. De hele ochtend TikToks geëdit. All I'm doing, editing TikToks. Editing, editing, editing. Het was zoveel meer tijd om te editen dan jullie denken. Maar ik vind het heel leuk hoor. I love it. Oké, cheers. Dit is een lekkere combo. Echt een lekkere combo. Die feta met ei en kipfilet. Nou. Ik ben veel dagen thuis. Gewoon... aan het editen. Volgende week ga ik lekker op vakantie. Heb ik echt heel erg veel zin in. Vandaag ga ik ook weer lekker sporten. Ik kreeg dus een DM van... Wacht, ik ga hem even bijpakken. Hier. Lieve Sarah, ik heb je altijd heel graag gevolgd sinds way back. Maar ik heb de laatste tijd wat moeilijk met de content die we te zien krijgen. Je was altijd een feel-good person. En nu word ik steeds getriggerd met alleen maar een healthy lifestyle. Is zo'n enorm contrast met vroeger. En merkt ook gewoon minder verlangen naar het kijken van je content. Vind het zo jammer. Je was altijd mijn favoriete YouTuber. Nou, dat vind ik echt heel vervelend om te horen natuurlijk. Het enige doel wat ik heb is positief zijn. En mensen motiveren en inspireren. En ja, de laatste tijd ben ik heel erg bezig met positiviteit en mezelf goed voelen en me gelukkig voelen. En ik merk echt dat sporten hier heel erg bij helpt. Maar ik heb juist het gevoel dat ik heel erg de balans probeer te laten zien. Ik hou net zo hard van een feestje, van lekker wijnen en uit eten, dan dat ik van sporten hou. En dat is ook iets, ja, wat ik altijd zou blijven doen. Een healthy lifestyle. Ja, is het een healthy lifestyle? Ik denk dat het een hele healthy lifestyle is als jij gewoon doet waar jij gelukkig van wordt. Ja, ik doe echt niet sporten om af te vallen of zo. Ik doe echt sporten omdat ik aan High Rocks meedoe en een doel heb en sterk worden en er super veel plezier in heb. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor sporten. Dat je echt een echte motivatie hebt omdat je het echt heel leuk vindt. En niet omdat je denkt, ik wil afvallen, ik wil er beter uitzien. Ik heb dat helemaal losgelaten. In ieder geval, tuurlijk denk je wel eens over na van, oh, mijn lichaam zo en zo. Maar ik bedoel, ik heb het veel meer losgelaten als voorheen. Eerst sportte ik echt om zeg maar soort af te vallen en weet ik het allemaal. Maar goed, ja. Ik snap dat er een switch is, want er is ook zeker een switch in mijn content. Vooral op YouTube of vooral op TikTok en vooral op Instagram. Maar ik krijg er juist ook heel veel positieve berichten over. Dat mensen super gemotiveerd zijn om ook te gaan sporten, om ook te gaan starten. En ja, hoe mooi is dat als je gewoon mensen kan helpen om hun beste versie te zijn. Dus ik vond het een beetje een dubbel berichtje. Aan de ene kant snap ik haar heel goed. Aan de andere kant vind ik het jammer dat ze het zo ziet. Ik had ook een berichtje teruggestuurd van ik vind het jammer dat je het zo ziet. Want ja, mijn enige reden met mijn kont is dat ik echt mensen wil motiveren, inspireren en positiviteit wil meegeven. En ik hoop dat ik dat nog steeds... op deze manier doe. Maar goed, ja. Dat.
Ik ga nu even lekker verder eten. Hallo allemaal, het is donderdag. Wat een chaosdag. Oh mijn god, ik heb echt overal heen rennen gevlogen deze hele week. Ik ben echt zo druk bezig. Ik vergeet gewoon helemaal te vloggen en dat is natuurlijk echt niet leuk. Maar ik heb net lekker mijn wenkbrauwen laten doen bij Arch Brows. Brow Elimination en even geverfd. Opgemaakt en ik ga nu naar de kapper even de puntjes eraf halen. En daarna ga ik een mukbang filmen, dus... Helemaal drukke planning. Nou, superleuk. Helemaal mijn tas aan het inpakken, want ik ga het hele weekend weg. Ah! Jongens, sorry voor deze chaotische week. Weken misschien. I'm so sorry. Maar ik moet nog even een ritme zien te krijgen met het goede vloggen. Soms heb je echt in de periode dat je het helemaal in je hebt om helemaal lekker veel te vloggen. En soms zit je hoofd op zoveel andere dingen. Dat is echt bizar. Het gaat dus wel heel goed bij me, dus dat is wel heel fijn. Ik ga nu lekker mijn haar knippen. Echt weer een tijd geleden, april. Het is wel een stuk gegroeid. Ook door Sales Solutions onder andere. Maar ja, ik ga nu even lekker knippen. En daarna ga ik dus een mukbang filmen met Thijs. Ook echt fucking zin in. Ik ga lekker pasta eten. Ik ben met Thijs. Misschien kennen jullie wel van de mukbangs. Mijn neef. En we hebben net weer een mukbang opgenomen. We hebben echt even goed zitten eten. Zo, we hebben goed zitten bunkeren. We zitten wel vol, jongen. Zo, we hadden echt zieke pasta's. Met dikke kaas en saus en... Dikke nou. Brak ook. Oh, gaat op het laatste moment. Gaat in de hele video netjes. Nou, check de video. Die staat al live, denk ik. Hoop ik voor mezelf. Als ik goed heb gewerkt. Dus check it out. En ik ga zo meteen naar Stan, denk ik. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Je gelijk. Jongens, het is vrijdag. Ik heb echt wel bijna. Nou jongens, ik heb echt zo slecht gevlogd deze week. I'm so, so sorry. Het is inmiddels zaterdag. Gisteren wilde ik vloggen en toen viel mijn camera uit. Dus het is gewoon even niet meant to be. Ik ga zo meteen terug lekker met die meiden eten. Helemaal zin in. Dit is mijn fitje. Leuk, deze nieuwe slippertjes van Naked. Love it. Ik ben bij mijn favoriete tent. Hij is weer opgeladen hoor. Wat is het met jullie? Ik heb wel zin in morgen. Lekker. Het is wel lekker. Het is lekkerder dan even. Ja, eerlijk. Het is echt lekker. Pulled pork. Friet pulled pork. Met joppie saus. Nou, nah, niet normaal. Nou, het is geen vlog zonder shots van Mari. Jongens, vinden jullie mag ik het even? Ja? We doen het zonder handen, hè? Zo. Oké. Oké. Oh. Zijn we allemaal ready? Let's go. Bijna. Godverdomme. Nou, op een wijnglas ook. Ja. Hoe moet dat dan? Nee, 3. 2. Hij is lekker koud. Wij gingen weer 3 keer terug in. Hij is zo lekker. Ik wil hem nog. Nee. Hij gaat toch naar een vrouwelijke versie. Ja. Nou jongens, we zijn weer op de volleybal zondag. En het gaat beter als vrijdag. We hebben nu 2 keer 1-1 gespeeld. We hebben niet verloren. Fucking goed. Het gaat echt zoveel beter. En we hadden deze ook echt op 3 punten bijna niet verwacht. Dus ja. Ik ben helemaal...